una vittoria, si chiude il girone a 44 punti, dove può arrivare questa Roma? Kijk, precies hetzelfde wat ik net heb gezegd. En dat kan je dan ook nu gaan zeggen. Want ik zal even doorpraten, maar dat kan je gewoon hetzelfde zeggen. Dice beh, insomma, il nostro obiettivo principale resta comunque quello di tornare a giocare le competizioni europee, la Champions League, e comunque cercare di consolidare il secondo posto. Qual è il tuo bilancio personale di questa prima metà di stagione in giallo rosso? Te l'hai immaginata così? Ik weet dat er veel beter kan met mezelf. En dan moet ook de tweede seizoen zelf gebeuren. Ook in de lastige wedstrijden wil ik meer brengen. Alleen het is voor anderen om over mij te oordelen. En ik hoop dat de trainer, de mensen van Roma, de medespelers van mij tevreden over mij zijn. En de supporters. En daar doe je het voor. En ik praat niet graag over mezelf. Dus dat mogen anderen bepalen. No, non parlo volentieri di me stesso, so che posso ancora migliorare, cercherò di dimostrarlo nel girone di ritorno. Ovviamente mi fa piacere che siano un po' tutti soddisfatti, i miei allenatori, i compagni di squadra, anche i tifosi, ed è per quello che uno si impegna e cerca di fare sempre meglio. Che impressione ti ha fatto Nainggolan? Si vede che è gewoon hele goede speler is. Als je maar 5 dagen bij een club bent en je hebt al 2 wedstrijden gespeeld, dan ben je vandaag ook heel sterk. Dan zie je dat het een grote speler is. Ik ben blij dat Roma hem heeft gehaald. Het is een versterking voor ons. We hebben nu meer opties voor op het middenveld. En dat is belangrijk als je mee wilt doen voor de bovenste plaats in Italië. Dus, mi sembra un grande giocatore, lo dimostra il fatto che sia qui da 5 giorni e abbia già giocato 2 partite ad alto livello. Ovviamente non può che farmi piacere che la Roma abbia preso un rinforzo a centrocampo di questo livello, un rinforzo di cui avevamo bisogno se si aspira alle primissime posizioni del campionato italiano. Grazie.